Oh shit. Nee. Oh, waar gaan we? Nee, nee, nee. Dacht er niet. Voelde sneeuwballen. Nee, nee. Oh, andere hand. Hey. Nou, sneeuwhapje jij. Oh, oké, oké. Hap. Ik heb niks meer. Ik geef me over. Ja, dan is het gelijkspel. Oké. Als prijs win ik de pompoen. En jij mag mijn dirt hebben. Ja, goed. Veel beter. Nice. Ah. Oké, hallo jongens, hier is Ringo samen met Kas. De geweldige pompoen. Geweldige pompoen, yep. Hoi. En ik ben DJ Dirt 13. DJ Dirt 13. Yep. Oké, en we zijn hier dus op span, want wij gaan iets leuks doen. En dat is, we gaan in principe een iMind meme omkrachten, wat al zo'n 100 jaar bezig of zo. Hoe lang is er al sprake van dit? Ik weet niet meer hoe lang, want ik heb met Jordi, ging ik daar zo die boulevard maken, dingen. Mm-hmm. Een boulevard is toch altijd aan het water? Dat is water hier. Ja, oké. Okay. Maar we hadden dat gemaakt en we dachten, hé, we moeten een pretpark maken hier zo. Ik weet niet wanneer dat was, ik denk ergens in de zomervakantie. En daar kwam niks van. Ik zat te wachten tot Jordi zei, kom, we gaan eraan werken. Maar dat kwam nooit ervan. Dus ik zei tegen Kingo, kom, we gaan eraan werken. Yep. Dus, en ik was wel meteen van, yep, let's do this. Precies. Jordi komt überhaupt nooit online, dus. Nee. Dus ja, een pretpark dus, jongens. Helemaal hier en het wordt dus Winter Wonderland. Want dat is zeg maar de naam die ervoor gedupt was. Inderdaad. Dus ja, en gaan we de naam echt Winter Wonderland houden of kunnen we er iets leukers van maken? We kunnen misschien dat als beest gebruiken, misschien een beetje op aanpassen. Ja, Winter Wonderland. Winderig Wonderland. Oké, ja, dat wordt het. Maar anders verzinnen we nog wel iets. Wat wij dus nu in deze episode gaan doen, is we gaan een beetje de omheining doen, zeg maar. De hekken en een klein beetje de features erin doen en zo. Een beetje mooi maken. En wat het idee is. We krijgen een pretpark. Iedereen kan attracties maken en dingen. Mm-hmm. Maar wij twee zorgen er zeg maar voor dat het een geheel is. Dus dat er een ingang is. En een wc. Snoepkraampjes. En zo. Ja. Dat gaan we allemaal doen. En de hekken natuurlijk aan de buitenkant. Dat is wat we als eerste gaan doen. En kijk gewoon een beetje kijken van wat echt precies... Inderdaad. Alles wordt. Dus ja, dat wordt flink skippen, want we gaan waarschijnlijk meer dan een uur of zo wel bezig zijn. Ja, zeker. Met dit. Dus we zullen zien. We moeten ook waarschijnlijk 300 keer meer resources halen, maar goed. Ja. In ieder geval, laten we nou maar gaan beginnen. Want ik zat even te kijken om eerst gewoon zo'n hele recht ding te doen. Heb je nou nog sneeuwbals? Ik had ze net geschept. Ja, oké. Okay. En ik zat te denken om zoiets te doen, naar hier zo. En dan misschien ook diagonaal. Ik denk dat het ook wel nice is. Wat diagonale dingen erin doen. En dan dit. Dit is zeg maar een of ander gat. Ik weet niet door wie het is gekomen. Waarschijnlijk vanwege de explosie van Doge. Nee, dat kan. Van. Ja, volgens mij wel. Dus rip Doge, jongens. Ja. Maar we gaan hier dan waarschijnlijk een meertje of maken. Een klein poeltje. Doge-land. Ja, Doge-land. Dat wordt hem. Doge-land. Dat wordt hem, jongens. Doge-land. En dan zetten we de hoofd weer neer of zo. Maar dan een simpelere versie. Ja, een heel kleine, simpele versie. Boven de gate. Ja, dat wordt het. Doge-land. Klopt. Geweldig. En alle attracties, such achtbaan. Ja, de Doge Ride en de, de Hot Doges. Een kraampje. Such toilet. Many drinks. Much pirate ship. Yep. So tickets. Als, dat wordt ja, dit is. Oh, geweldig. Oké, okay. Nou, in ieder geval laten we dan maar gaan beginnen. Ik heb hier een soort van design al gemaakt en heb ik net even met Kaas een beetje verzonnen op de dingen. Op de creative server van iMine. Ja. Dus laten we maar eens kijken. Ik denk dat ongeveer iets wel een mooi begin is. Dan kan je het mooi zien. En ik denk dat we de gate ongeveer best ook hier zo kunnen doen. Zo, dat dit zo de gate is. Ja, misschien is het leuk. Oh nee, wacht. Ja, goed idee. Dan doen we het daar. En dan maken we hier een mooie voortuin of zo. Of iets waar we doorheen moeten lopen. Ja, ja. En misschien een klein beetje verder op de zijde. Dan wat meer ruimte hebben. Ja, gewoon precies. En deze dingetjes laten we hier staan. De gevechtjes. Van deze bunkers. Ja, is goed. Okay. Dat was de nummer 1 challenge. Ja, dat was de eerste challenge. Als je voordat je pretpark in gaat, moet je eerst één van ons verslaan in de, in de battle hier zo met Snowballs. Ja, anders word je gestenigd. Ja. Met sneeuwballen. Dus. Nee, zo. Oh, auw. Oh nee, dat moet ik in de grond zetten natuurlijk. Oh, mijn hoofd eruit zo. Auw. Auw. Okay. Pijn. Nou, in ieder geval, ik ga alvast een gate maken. Wat gaan we als gate doen? Hoeveel blokken denk je dat de gate is? Best een grote gate lijkt me wel sick. 33. Ja. Nee, ja, echt? Nee, zoiets. Dit is... Hoeveel is het? 7? 8? Wat was dat zo? Auw, pijn. Dit is... Oh, nee. Dan vind ik steniger leuker. Hier. Wat vind ik... Nou. Het werkt niet echt. Inderdaad.
Maar goed, even zien. We hebben hier dus zo. Dit is dus zo 7. Ik denk dat we dat op de gate kunnen houden. Nou, dit is de gate. En dan moet je dus hier overheen lopen en dan ben je in het park. Ja. dit is de hele gate, jongens. Dit is dus ja. Ons design voor natuurlijk de gate. Moet er wel een torch. Yep. Nee, we moeten het wel op zo heel onsymmetrisch doen. Zo, nee, wacht, zo. En dan hier zit er eentje daar. Oh, en dan missen we de pompoen nog, want we hebben natuurlijk wel iemand nodig die achter de balie zit. Mm-hmm. Ja, en hier moet je dan tickets kopen, zo. Ja? Want wacht, achter de balie zit ervoor. Achter de balie. Oké, maar goed. Dus als dit is de plek is waar dus, zeg maar, de ingang is, dit wordt allemaal open dus. Ik ga eerst even een workbench maken trouwens, dat lijkt me handig, want dan kan je wat... Ja, oké. Okay. Jongens, we gaan eindelijk serieus beginnen. Ja. Okay. Tenminste, semi. Wat voor ons serieus. Semi. Okay. Zo serieus mogelijk. Dus dat is ja. Niet heel serieus. Maar... Oké, okay, oh, ik maak ook meteen hier wat... Ja, ik wou even de kist maken dat je er even wat dingen kon dumpen. Ik heb heel wat dingen mee, zoals packed ice en wat iron. Jongen. Ik hou even over ons stekken. Dan hebben we nog wel iets nodig, hoor. Mm-hmm. Zo. Okay. Hoe ziet dat eruit? Als jij in de kist kijkt en ik zet er eentje neer, wordt het dan in één keer groter? Wacht, zet er eens in. Nee, het blijft in één chest. Oh. En ik kan er nog steeds mee interacten. Wow. Dus. Grappig. Oh, wow, dat en als zo. Ik hem nou naar boven zet, zie jij hem dan nog steeds? Dan wil ik even testen. Oh, wacht, ja. Dus okay. Kijk, jij kijkt okay. Erin, zo. Ja, ik kijk nu. Dus er verandert niks. En ik zet packed ice van beneden naar boven. Nee, ik zie hem niet. Is hij nou gewoon kwijt? Die is helemaal weg van mij. Hij is helemaal weg. En nou zet ik hem weer terug. En nu, ja, oké. Okay. Dat is fucking raar. Dat is grappig. Oké. Okay. Mythbusters. Yep, Minecraft Mythbusting. No. Oké, okay, nou, zo. Dus ik heb dit, dit lijkt me wel sick. En dan, af hoe maak je die ding ook weer? Van mij moet je dan slabs hebben van die slabs van stone bricks, ja. En dan die boven elkaar. Oké, okay, there we go. Nou, we just dus chiseled. Oh ja, wacht, er zit trouwens als goed is nog heel wat items bij mijn shop die ik nog daar heb zitten. Oh ja, en ik heb ze in de ender chest. Oké, okay, nice. Oké, okay, dus kunnen we zo doen. Even kijken hoe ver we gaan. Ik denk dat het ongeveer tot iets voor dit ijs. Nu ga je te ver. Hm? Nu ga je te ver. Nee, je daar moet je excuses aanbieden. Oh, sorry. Nee. Echt waar. Zal ik okay. Anders hier zo dit een beetje opvullen met dirt? Of niet opvullen, maar... Daar gingen we toch een dingetje van meemaken? Oh ja, een vijver. Maar wat doen we dan met de muur? Nou kijk, wacht. Ik zat te denken aan dit. Want dit wordt zeg maar ook gewoon helemaal al dit soort shit. Zo. Wacht. We kunnen ook... maken dat de muur tot hier gaat en dan heb je de vijver en dan aan de andere kant van de vijver gaat de muur verder. Want niemand is zo dom om te gaan zwemmen. Dan heb je weer natte kleren en zo. Ja, ja dat kan. En dan kunnen we aan deze kant bijvoorbeeld hekken zetten of zoiets. Ja, en aan de binnen- of buitenkant kunnen. Ja, oké. Okay. Precies. Oké, okay, doe dat gewoon. Au, help. En, help. Je weg een stukje zand, hè? Ga je me weer stenen? Nee, ik ga je niet stenen, rustig maar. Oké, okay, dankjewel. Eén keer is genoeg, hè. Oh, ik wou... Jij hebt die shop van jou, hè? Jouw Adventure and You. Ja? Ik wou in de aflevering wou ik die shop gaan ontdekken en kijken wat het was. Oké. Okay. En, nou. En dan mijn reactie kijken, maar ik wou het niet off-camera al gaan zien wat het was. Dus ik keek Timmy's aflevering en hij ging kijken. En, oh, skippen. Ja, ja. Dus ik denk dat het moment hier is. Oké, okay. Nou. Ja. Oh, wow. Lelijk. Nee. Oké, okay, Kingo's Adventure and You shop. Ja. Oh, zoveel! Het is een. Het is een bal! Het is een koe! Het is een bal! Het is een bal! Het is een kapotie! Wat is het? Wat is het? Wat is het? Kom een keer! Wat is het? 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 Hoor jij het ook? Nee. Jij hoort het niet? Nee, eigenlijk. Huh? Wat hoor je dan eigenlijk? Ik hoor The Root Sandstorm van Minecraft Notebooks. Je texture pack of zo? Je resource pack? Dat kan niet, want ik heb dat helemaal nooit ingesteld. Ik denk dat bij jou de notebooks uitstaan. Denk ik. Dat kunnen. Huh? Dat goed kunnen. Wacht, ik ga weglopen. Nee, kijken of het dan verder weg gaat. Wacht. Oh nee! Nu weet ik het! Ik sta nog met mijn andere Minecraft client in de server. En daar begon dat liedje te spelen. Dus ik dacht echt van, wij hadden allebei de reacties van, wat gebeurt er nu? Dus ik dacht, Kingo die heeft ook geen flauw idee, Marcus Tim heeft toch een prank of zo? Die heeft nee. Ik dacht echt van, er zit hier onder de winkel een heel iets met noteblocks. Dat zou wel leuk zijn eigenlijk. Maar iedereen hoorde dat, dus ook bij mij.
Nou jongens, als je dus de Roetsensor wil horen, gaan we naar Kaas video. Maar ik ben ook benieuwd wat het in jouw video was, want jij hoorde niks. En van, huh? Nee, bij mij was het niks. Ik reageerde gewoon op jou. Oké, doen we dat nog een keer. Ja, oké. Okay. Maar ik zat te zoeken naar een pressure plate of zo, of een trap party. Oh, oké. Het Kingo's Adventure and You Shop. Ja. Ik hoor het weer. Nee. Oh. Ik hoor het. Okay. Nou, chest. Oh, allemaal spullen. Mooi. Echt leuk. Heb je dat allemaal verzameld? Huh? Heb je dat allemaal verzameld hierin? Ja, dat heb ik allemaal verzameld. Echt goed gedaan. Ja, dan kunnen we misschien gebruiken voor het pretpark. Ja, daarom heb ik dat wel. Ja, een beetje nuttig. Ja, nou, en veel mooi. Oh, wat is het idee? Ah, kijk. Te weinig te doen op de server. Daar heb ik geen problemen mee. Oh, ja, dan is het. Oh, ja, dan is het anders. Zin om geheimen te ontrafelen? Ja, ik heb last van ninjas. Oké, daar gaan we. Ik heb last van ninjas. Denk ik. Het kunnen ook maffia's zijn of weet ik veel. Maar dat moet dus allemaal nog ontdekt worden. Want ik had een gevangenis met rozen, die zijn helemaal ontsnapt. En zonnebloemen waren er ook. Oké, hier bij Kingo's Adventure and You Shop kun je voor een bepaalde prijs een persoonlijk avontuur bestellen om te ontdekken en te ervaren. Ja. Oh, het enige wat je hoeft te doen. Dat is je hoeft, maar goed. Te hoeft te doen is. Te kiezen welk soort avontuur je wilt. En dan binnen een bepaalde tijd, hangt af van de size, vind je je persoonlijk avontuur dicht bij jouw base. Notificatie wordt geleverd zodra het af is. Alles geweldig. Dus je maakt een mini-adventure map. Ja. Oh. Voor een simpel avontuur om te ontdekken, kijk links. Ontdekking: ruïnes, tempels, backstory, etc. Ja, dus dat is een beetje kleiner. Dat is zeg maar, dan kan je het niet echt doen. Het is meer gewoon echt voor de mooie. Dat betekent dit eigenlijk. Nice. Voor een complex avontuur om echt te ervaren, kijk rechts. Actie, parcours, traps, puzzels, etc. Ja, dat soort dingen komen er nog. Groot. Ik ga groot doen. Ooit. Ooit. Oh god. Iemand ooit. Misschien wel drie keer en dan ben ik nog niet blut. Misschien wel 10 keer, dan lijkt het nog niet blij. Iemand die heeft al een grote besteld, dus dat wordt nog leuk. Dat wordt veel nice, nice. Oké, betaling. Nou, dat vind ik. Ja, dat is gewoon. Ik betaal toch niet. Nou, kom, we gaan. Oké. Nou, dat was het. Ik vind het een goed idee. Heel spullen in mijn inventory. Dit is echt heel origineel ook. Ja, ik dacht van, ik zoek iets wat nog niet gedaan is. En, ja, dat is het. Oké, nou. Oh, ik zie de mooie dingen daar al. Als iets anders dan hot dogs verkopen. Ja, yep, hot dogs, maar dat gaat ook. Niet dat iemand dat doet, maar goed. Maar dat is wel een beetje een standaard idee van, oh, ik verkoop eten. Heb je nou trouwens de kwarts gepakt? Oh, damn. Oké. Ga ik wel even verder met dit. Ja, doe maar. Ik geniet wel van de terugreis. Ja, is goed. Even zien, waar waren we gebleven? Maar dus 2 weken lang, of de tijd dat het er staat, was het dus gewoon een mysterie, dit gebouw. En ik zat wel te denken van, wat kan het zijn? Wat zou het nou kunnen zijn? Ik heb geen idee. Ik dacht eigenlijk op het begin dat het iets was van, dat, ja, wat was het? Ja, dat je zeg maar gewoon op avontuur ging, gewoon op reis, gewoon in de Minecraft wereld rondlopen met z'n tweeën. Dat dacht ik eerst. Ja, kom, we gaan gewoon samen gezellig. Ja, kom, we gaan naar die coördinaten. Adventureren. Ja, dan moest ik ervoor shop. Ja, het kost 20 diamonds om met mijn gezelschap. Ik wil ooit een winkel maken met hele simpele dingen die super duur zijn. Ja. En waarvan je eigenlijk gewoon niet wilt, iets niet wilt kopen. Ja. Een complimentje. Ik heb ook bij Tammy. Nou nee, dat wil ik niet verklappen. Oké, dus dan hou je het maar. Ik heb iets leuks gedaan bij Tammy. Ja. Zo, dat is wel al genoeg. Oké. Ik had nog een emmer water. Oh, daar. Ja, wat? Je had nog wat snowballs? Blijdschap. Yep. Okay. Ah, de quartz zitten erin. Ik ga ze neerzetten. Okay, of waar moeten ze? Waar heb je het? Oh, hier is het. Nice. Even kijken. Ik duw nog even wat meer dingen in. Holy shit, ze zijn helemaal vol nu. Oh, we hebben meer kisten nodig. Oh. Mortjes! Oké, gewoon overal hier zo. En dan delen bovenkant het ene laagje, ja, zeg maar. Dat worden een laagje slabs. Slab. Slab it up. 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 En there we go. En dan hier nog even. Oké, dus dit is zeg maar wat de gate moet voorstellen. Zo. En dit is best wel leuk dingen, want echt niks kunnen de dwarf. Zeg maar, dit is zeg maar net groot genoeg dat niks erdoor kan, behalve mini-zombies. Ja. Als ze heel slim zijn, kunnen ze via maar hier. Maar die kunnen alles.
Ja, daarom. En, maar zelfs spiders kunnen hier niet over, als het goed is. Nee. Dus, nice. Oh. Zo. Ja. Kijk. Ja, spiders ah, kunnen zo beter. Niet over. Ik vind dat met dat iron wel nice op de onderkant. Maar, dat vind je was het nice? Wel. Ja, ik ook. Zo, ik kom weer. Oké, deze moet ik even. Wat staat daar bij die boom? Wow, jee. Zie je het? Wat wat staat is daar? Dat? Wat is dat? Kaas. Huh? Wat is dit? Wat? Wat is dit? Kaas. Nee, ik weet niet wat het is. Waarom ligt er zoveel wit spul hier zo over de voorraam? Wat is dit? Wat, waar lopen we in? Is dit sneeuw? Dus ik. Okay. De sneeuw is lava. Ja. Alleen maar op het gras lopen. Ja, ja. Ik kom eraan, hoor. Nou, interessante ontdekking hier. Oh, wat zou het zijn? Voor mij heeft dit gebied een rijke history. Oké. Okay. Kijk, dit moest ik even wat aanpassen, omdat het niet anders niet goed uitkomt straks. Ja, het voelt wel lekker, dus ik blijf er wel gewoon overheen lopen. God damn it. Dit heb ik nog wat verder staan. Oké, ik heb het even... En koud, dus ja. Het zal wel sneeuw zijn. Ja, ja. Helemaal. Oké, ja, dat moest een pijler zijn. Ja, oké, nu is het goed. Zo. Oké, het eindigde met dingen, ja. Dus nu wacht, het eindigde nou met... Ik denk het even kijken. Het eindigde van mij met... weet met dat andere. Met pillars. Die hoek moest met pillars. Ja. Ja. Dus, oké. Dus dit is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed, dat is niet. Dit is niet hoe het hoort. Dus er is gewoon nog eentje extra. Dan komen we wel dichter bij... Ja, komen we wel dichter bij dat interessante voor, maar het zal wel. Ja, dat wordt een attractie ook. Ja, we laten het wel trouwens staan. Zodat als mensen gaan bouwen, die denken van, wat de fuck is dat nou? Ja, precies. Oké, waar zijn dingen hier zo? En dan wordt het een rechte hoek. Zo, die kant op. Oké, ja, dit gaat lekker snel. Naar boven. Dit was 1 of 2 naar boven. Ik denk 2. Oh. Ja, gelijk. Oh, ik kan hem niet hitten. Ja, wow, bij mij zag dat er echt heel dom uit. Want ik zag blokjes vliegen. Eerst en toen... blokjes eruit en daarna ja, die creeper opeens weg. Oké, dat was even interessant, lijkt me. Okay. Ja. Nou, ik zat te denken, we gaan het hier wat hoger maken. Maar ik denk dat de creeper al heeft gezegd van nee, het gaat naar beneden. Gaat naar beneden, jongens. Ik beslis er. Oké, dan. Zo. Doen we het zo. Oké. Ja, kijk. Mooi. Oké, dus we gaan er eentje naar boven en dan hier nog een. Hier iron. Oh, wacht, is dit goed? Ik wil het echt hetzelfde hebben als de andere kant, want als je één zo'n fout maakt, dan kom je niet uit, dat is zo vervelend. Ja, dat is heel irritant. Goed, misschien wel even. Dit was, we eindigden met een blokje. Even, wat? Dacht ik, was dat hier op? Oh, ja, daar zat dat ding op. Oh, oké, okay. Ja, dat werkt toch. Oh. Dus het is zeg maar zo'n chisel stone en dan is de verhoging met iron. En dat hebben we dus, dat is goed. Yeah. Oké, okay. Dit is goed. Hoi. Dus ik zet alvast het ding hier neer. Hallo. Ja. Gegroet. Ja, jij ook. Er moet hier dan weer een pillar? Wat? Ja, dan moet weer een pillar. Ja, oké. Okay. Dus ja, we gaan even heel die layout doen inderdaad, dat is wel beter. Ik heb hier even een workbench nodig. Ik maak even plaats van overal ter plekke een workbench. Dat is leuk, dat is goed. Achteraf zie je... Oh. Nee, ik wil zeggen die dingen zien, dat gaat niet. Dus wacht even, ik maak eerst even wat meer van die chiseled flop. Chiseled for the whistle. Hm? Je zeker weten. Dus, hoe moderne mensen dat zeggen. Zeker weten, meneer van Dissel. Wat? geen idee. Ik probeer dat niet meer te zeggen. Oké. Okay. Ik heb het ook altijd. Of vaak. Ik heb altijd, want dan zou ik wel heel lang bezig zijn. Ja. Oké, dit gaat nog wel eventjes door. Dit wordt er zeg maar eentje naar boven weer. Zo, die daar. Ja, het is best een groot park, hè? Wacht, kan jij weer een keer op je dingetje gaan kijken hoe het nu zit met dit? Oké. Okay. Oh. Dan kan je even kijken. Ik ga zo ook even kijken hoe het ziet. Het ziet er echt super random uit, denk ik. Ik vind het leuk. Ja, houden, dat wordt ook een attractie. Dus ja. De eerste attractie staat er al, jongens. Zo. Maar die muur wordt wel mooi. Ja, sowieso. Veel sick uit. Nee, ik bedoel, het past ook echt mooi. Echt serieus, dat stuk wat we daar al hebben met die ice dingen en zo. Dat ice dingen, dan maakt dat zo mooi, hoor. Oké. Okay. Hoi. Wacht even. Hallo. Star op. Nou, hoe ziet het eruit? Nou, ik moet zeggen... Het ziet eruit. Nou, nee, cool. Ik vind het een mooie grootte. Het wordt wel lastig om het helemaal vol te krijgen, maar we hebben tijd en ideeën zijn er altijd. Ja, dan. Mm-hmm. En we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat het een soort van mooi park is en dan kunnen we inderdaad overal een paard naartoe brengen en zo.
Ja. Ga ik eventjes kijken. Want ik vind wel. Ja, je moet daar even een eindepil gebruiken. Oh, dit is interessant. Nee, ik doe gewoon zo. Zo. Oh. Kijk eens aan. Daar zo, die hoek vind ik een beetje raar. Of zo. Welke? Zo die uitzaaiing. Nee. Die... Nou, dat is zeg maar, daar kan je gewoon iets in die hoek helemaal zetten. Zo heel ver weg. Zo. Ja. Van, ja, dit is het hele potwerk en heb je daar nog iets. Beter doen we zo een stukje van een gang van één breed. Dat je dan nog een klein stuk, ja. Mijn kijkers weten nu wat ik precies aanwijs, maar... Oké, ja. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar dat lijkt me echt fucking raar om te doen. Ja, en leuk. Ja. Dat is zo'n idee wat ik op het moment zelf heel leuk vind, maar achteraf helemaal niks vind. Ja, dat je zeg maar zo'n gangetje hebt. Ja. En dat je dan zo een gebied hebt om nog een kleine attractie neer te zetten. Of een kraampje of zo. Ja, dat beter doen we dan wel uiteindelijk. Een pedokraampje. Wat? Nee, niks. Dat is weer heel toepasselijk dat je dat zegt terwijl je dat kraampje aan het bouwen bent heel dichtbij dat ding. Ja. Oké, okay, nou in ieder geval, ik kan wel even kijken waar je daar allemaal aan het doen bent. Oh, op mijn hoofd. Bijna, nee. Erover. Dat was echt op Joost. Maar dan wel vierkant. Ik zie weer iemand en ik zie weer een fan van je kaas. Oh. Daar zijn ze. Ze zijn gewhitelist. Ja. Oké, okay, het is weer donker trouwens, dus heb je torches. Ik heb een paar torches. Ik gebruik een beetje aan de binnenkant. We kunnen ook meteen dat sneeuw een beetje weg. Aan de binnenkant in ieder geval. Zo, kijk. Oh, dat gaat er nog wel mooi uitzien straks op de render. Jongen. Mensen kijken op de render van, wat is dit ineens? Is dat Winter Wonderland? Huh? Wat is dit? Is het toch gebeurd? Ja. Jordi, wat heb je gedaan? Ja, inderdaad, die doet tegen Jordi. Ja, beter ze, laten we ze eerst denken dat Jordi heeft gedaan. Nou, ik denk... Oh, het gebeurde weer. Het gebeurde. Met de blokjes die er zo uitgingen als een fontein. Oh, nice. Grootste plannen hierachter van Timmy. Please niet hierachter bouwen. Oh. Toch wel. Oh. Nee, dat is hier zo, dat is hier zo. Oh, daar. Maar ik denk dat hij daar die minigame wou. Oh, nou, dan wordt het nu hier. Ja, Timmy, je verandert het maar. Ja. Hopelijk heeft hij het nog niet gebouwd. Nee, nou, dat zou echt stom zijn. Ja, maar misschien zo'n verborgen knop en dat dan opeens alles eruit komt met pestens. Ja, dat is echt gewoon ziek. Oké. Okay. Dan bouwen we ons wonderland er wel daaromheen. En trouwens, we hebben trouwens dit ding als buffer, hè? Want ik bedoel, als we niet uitkomen, dan kunnen we gewoon met dit meer kunnen dan dat je kloten, zodat ja, het net... Zodat het dan ja, oh, we kunnen gaan cheaten. Ook toen ik mijn muur bouwde om mijn allereerste woonplaats heen, toen... kwam het ook niet uit, maar toen had ik gewoon twee van die grote torens... naast elkaar gemaakt en daartussen een riviertje van één breed. Ah, oh god. Deze ging wel goed. De ontploffingen. Kijk, nou, ontploffingen gaan nooit goed, maar... Ik kan die dingen niet goed hitten, dat is fucking raar, joh. Wat is er normaal? Er zijn veel monsters, gaan we weer slapen? Ja, wat de fuck is dit hier allemaal? Nee! Waarom kan ik de creepers niet slaan? Ja, inderdaad, het gaat heel raar. Oké, we gaan slapen. Ik vind het wel mooi ofzo, maar voor de rest... Dit is een slagveld, wegwezen. Hebben we net het land mooi gemaakt? Nee. Ik kan ook niet zitten, dat is echt raar. Ik kan ook niet zitten. Ik wel iets, maar... Oh, wow. Oh ja, en de pro. Ik heb er ook al zo lang niet meer geen gebruik meer van. Oké, nu wil ik niet het bovenste bij, anders stoot ik mijn hoofd alleen. Als ik veel heb gebouwd, dan vind ik het helemaal niet leuk om enderpearls te gebruiken. Dan loop ik liever door mijn eigen bouwwerk heen. Ja. Ja, dat klopt wel. Behalve met mijn dingen, want dan heb je een enorme put bij mijn huis, dus dat gebruik ik altijd en ik kan van mij naar huis komen. Oh ja, als ik erin val, dan laat ik mezelf invallen. En dat doet altijd pijn, maar dat maakt niet uit. Daar word je hard van. Het spel wel per se dat ik hier mijn enderpearl gooide. Waarom? Ik ging... Dat was zo raar. Ik stond serieus gewoon... Wacht, blijf even... Oh ja, oh, oh, weg. It's a pokefoo. It's a pokefee. Ik kan ze niet hitten. Maar wat is kiekoe? Ik ook niet. Ik probeerde het ook niet. Hartstikke idee. Ja. Maar wat ik dus net had, is ik gooide dus een enderpearl hier en ik werd teruggeglitcht, waardoor mijn de richting waar ik op keek veranderde en toen gooide ik de enderpearl pas. Zo van, nope, je gaat niet uit die kant op, je gaat Oké. Doe maar. Het is heel raar inderdaad hoe het gaat met de dingen hitten. Ik weet niet wat het is. Survive securen. Ja, gebeurt al eens. Okay, heb jij nog iron en pillars? Want ik heb weer nodig hier ze. Ja. Ah. En een mooi aantal ook. Ja, ik heb nog 14 pillars hier voor je, dus als je nog extra pillars nodig hebt. Oh ja, dat is goed. Plop.
Ploep. Oké, dus de schuine kant, als we met schuine dingen gaan, dan was het eindigen met een iron block. Dus oké, dan weten we dat. Oh. Oh, en ik heb geen ga gewoon klakkeloos alles neerzetten. Ja, flop, flop, flop. Ja, zo plop, plop. Zoek het maar uit. Iron. Iron. Oké, nice. Zo. Dus dat is iron en dan gaan we hier schuin doen. Oh, dus dit is allemaal iron. Gaan we? Klopt dat? Wat? Ja, je moet hier zo een iron block plaatsen. Oh. En dat zo klopt het. Want dat oh, tuurlijk, ja. Of? Want dat is... Wacht, ik kan beter heel even testen met dit, met de stone slabs. Maar dan moet ik even naar de workbench. Oké, dit gaat nog even duren, maar het zal wel. Ja, dus ik moet hem overal even wat van die slabs plaatsen nu. Ah, nu snap ik hoe je het hebt gedaan. Ja. Oké. Dus naar hier. Oké, dat gaat even duren, maar nu weten we wel precies hoe het eruit komt te zien. Dat is nice. Hier komt niks. Dan komt... Op de iron blocks komen er 2 slabs op. Oké, dan kunnen we dat onthouden. Nou ja, zo zou ik het hebben gedaan. Op iron blocks komen 2 slabs, dus in de hoeken moeten altijd... Ja. Oké. Okay. Leuk. Hallo. Wat? Wat zijn? Ja? Hey, niks. Huh? Hallo? Slechte angst. Nee. Oké, okay. En dan ISO, en dan... Nee, wacht, nee, dit is geen. Want dit zeg maar, dan moeten ze schieten. Dat is er wel één. Oh, wacht, dan moet ik even kijken hoe dat... Hier gaat de deur omlaag. Oké. Shit, nou wordt het schuin en omlaag. Schuin omlaag, dat is niet te doen. Dat is niet te doen, dus dat gaat niet. Dus dan moeten we dat gewoon nog recht houden en dan... als het recht is, moeten we naar beneden. Gaan we nu recht naar daar? Ja, wacht even. Kom eens aan, ik moet even hopen dat dit goed is. Nee, het is niet goed. Ik denk het. We hebben het verpest. Ja, we hebben het verpest. Ja, dat was wel duidelijk. Oké, nou ja, maar we proberen er nog iets van te maken. Ja. Nee, want hier zo hoe ik het wou doen is, komt niet uit, zeg maar. Ja. Nou, weet je wat, vaak het nog niet zo. Ik denk, weet je, ja, we houden het gewoon zo, dan hebben we niks fout gedaan. Oké, het is goed. Safe. Oké, okay, geen paniek. Safe, Bob Ross, safe. Oké. Dus als we schuin gaan, dan is gewoon op al die iron blocks komen twee slabs. Dat is gewoon, dan hou je ook met de ruimte wat beter, anders heb je een enorm gat tussen. Want als je kijkt, het gat wat hier tussen zit en het gat wat hier tussen zit, dit is veel groter. Dus dan kan je beter dit doen. Oh zo. Iets beter. Dan zijn dit wel kleine dingen, maar ja. Dat is okay. Beter. Oké, dus ik wou nog een klein stukje gewoon nog gewoon die kant op schuin gelijk, toch? Ja, een klein stukje schuiner. Klein stukje, ja. Oké. Okay. Dus heb je nog wat dirt om dit te doen? Ik heb nog 29 dirt. Oké. Okay. Oké, okay, hoe ver wil je nog naar schuin? Ongeveer tot hier zo. Ja, dit is al goed. Of tot aan het midden van die golem. Van die neus. Ja, van die neus. Die grote neus. Ja, daaromheen. Zo, en dan... Dat zou echt heel dom zijn als we gewoon een muur bouwden tot die neus. Ja. En dan gewoon klaar. Oké, okay, zoiets, ja. Ja, dan dit moet een iron block worden nog, hier zo, waar ik nog op sta. Dat, daar. En dan kunnen we zo verder. Iron block. Ja, en dan doen we even zo. Zo, eventjes wat langer maken. Zo, en dan moet... Pillar, iron, wacht, ik denk het. Dat is weer pillar. En dan gaat dit naar beneden. En hoe ging het ook weer naar beneden? Ook even checken, dat is ook belangrijk. Met naar beneden gaaningen. Ja. Iron kan je ja zeggen. Ja, helemaal. Oké, okay, ja, daarna moet nog een iron block en dan gaat naar beneden. Oké. Okay. Moeten we weer de dirt aanpassen, zeker? Ja, ik geef wel dirt halen dan. Oké, okay. Ik heb hem ook voor mij alsjeblieft. Ja, dat is goed. Ik heb genoeg ruimte. Nee, eigenlijk niet. Maar ik neem wel wat mee. Ik heb nog... hoe kom ik al aan 30 rotten flash? We hebben echt zoveel gekillt. Ja, ik had er 8. En 9 streng en gunpowder. Nee, want die zijn allemaal opgeblazen. Turt. There we go. Oké, okay, heb je nog wat meer iron en zo nodig? Oh, ik neem nog gewoon nog iron en wat... De quartz heb jij toch? Ik heb quartz en iron gewoon bij. Oké, okay, nou. Ik heb een klein beetje mee. De pumpkin staat nog heel mooi daar. Oké. Okay. De pumpkin. Onze mascotte. Ja. Mijn mascotte en dat die jij hebt geclaimd. Ja, of gewonnen. Ja, oké. Okay. Hier heb je 2 stacks dirt. Super nuttig. Oh, mooi. Oké, dus dan wordt dit. Kijk, ik heb ook wat arm mee voor mezelf nu. Dat is ook mooi. De truc van het terraformen en het ook realistisch te laten lijken is, niet alles moet perfect zijn. Mm-hmm, want yep. In Minecraft landschap is het wel allemaal een beetje smooth en alles, maar... Soms dan zitten er rare deeltjes tussen. Hele rare dingetjes. Ja, even bijvoorbeeld kijken. Opeens netherrack onder het gras. Ja, maar dat is echt gewoon van wat. Ja. Ja, oké. Okay. Ik weet niet,
Iets kan ik me herinneren ervan. Oké, de onderkant is het eindigt met stone, iron, stone. Kijk of dat heel klopt. Oké. Stone, quarstone. Ja, oké, dat dacht ik al. Dat was het uit. Oké, ik wist niet zeker en dat klopt inderdaad niet, dus... Ik blijf dingen zien om te verbeteren aan het landschap. Ja, niet doen. Niet doen. Waar ik ook loop. Temptation. Ik kan niet dat doen. Wel, ga ik even weghalen. Zo. Ja, al die creeper holes. Maar goed. Nou, daar maken we allemaal wel mooie dingen van. Oh, kijk eens wat ik hier heb gevonden. Waar? Een oud creeper hole. Oeh, een ancient creeper gat heb ik hiervan, dat onder het landschap zat. Het is wel helemaal dicht gegaan. Waarschijnlijk van mij. Moet kijken, er zit gewoon, het is zelfs zo oud, er zit dan begroeiing in en zo. Dat meen je niet. Ja. Jongen. Kijk. Dit is van de Adventure and You Shop. Die hebben daar een ruïne gemaakt. Ik hou dat wel zo, dat is wel leuk. Gekke mensen. Ja, dan doen we hier een... Ik weet niet wat we daar doen. Gewoon zoiets dan zo, want wat zit daar nou weer als dit nou? Ja. Ja, dus gewoon random. Ja, voor opvulling, natuurlijk. Ja. Nee, want als je dan hier zo langs loopt en dan kijk je zo... Hé, hey, dat is interessant. En dan is er niks. Nee, inderdaad. dit is gewoon het gat der disappointing. Dan gaan we hier zo'n sign opvangen. Gat der disappointing. Je verwacht iets leuks, maar dat is eigenlijk niks. Ja. Oké, en waar is trouwens je hele armor? Want je hebt alleen broek aan. Oh, in mijn inventory. Ah, oké. Ik vond iets te warm. Oh ja, ja, dat is. Het is best wel warm hier, hè? Ja, wat is dit? Warm. Wauw. Daar denk ik voor. Daar denk ik voor. God, dat was zeker disappointing. Het doet nu al zijn naam weer. Wat? Het doet nu al zijn naam weer. Ja. Gaat dat disappointing? Je blijft erin? Nou zeg. Ja. Moet het hier zo? Hm? Ja. Oké. Okay. Ja, goed zo. Oh ja, sorry. Ja. Oh, daar komt niet uit. Hm? Oh, nee, ja. No? Huh? Nee, dat klopt ook. Dat komt niet uit. Dan moet ik even eentje verder doen. Dus. There we go. Iron daar. Pop. Plop. Plop. Pop. En dan moet daar. Dingen tussen. Je moet. Pillar of iron? Ja, pillar. Zo. Okay. Kijk eens aan. Of uit. Of allebei. Beide. Ja. Tegenwoordig zijn ze best multifunctioneel hoor. Ze kunnen nog een beide zijn. Ja. Die schoot erin is kat. Zo, oké. Okay. Iron, ja hoor. Nou, dan gaan we hier ook echt zo'n gat doen in de gate zo. Naar dit. Ja. En dan ook een dikke boom ervoor. Ja, omdat dat echt helemaal hidden is. Klein beetje meer zo doen. Ja, dat wil ik niet. Oké, dus zeg maar, het hoort hier te komen, het hoort daar te komen, het hoort daar zo. Oké, daar we go. Dan gaat verder. Oké, wat moest het zijn? Iron. Dingen, iron. Oké, dit moet pillar zijn. En hier kunnen we hebben gewoon heel veel opties. Met nog een beetje spelen met de muur. Voor dit stukje maakt het niet uit, want ik bedoel, het stopt hier toch weer. Dus nu mogen we gewoon doen wat we willen eigenlijk. Zo, ja. Zo. We kunnen ook gewoon zo dit doen. Dat vind ik net iets, hè? We kunnen doen wat we willen. Ja, tuurlijk, we kunnen gewoon doen wat we willen, maar dat ziet het er niet uit. Ja. Wat is dit? Was het iets bijzonders hier? Dit, ik weet niet wat het is. Is het ook een ancient artifact? Oh. Een stenen drol. Oké. Van een stenen hond. Oef. Ik ben een kat. Nee, een stenen hond, hè? Oef. Ja, hey. Hoe klinkt steen? Hey, kaas. Hey, kaas. Oh. Nee. En dan gewoon niks terug. Hier mag je van alles bouwen. Ja. En dan is een streepje en. Hier mag je van alles bouwen. Vooral iets wat groter is, zodat er geen minigame meer kan worden gebouwd. Ja. Iets groots, liefst. Oh, wacht. Wacht. Zeker geen mini. Kaas, dit is blijkbaar wat hij bedoelde. Game. Dit is wat hij bedoelde, waar ik nu in sta. Dit is het. Is dit Dit moet het voorstellen, want hier staat een bordje van groots plannen, et cetera. Hier staat een bordje. Dit is het. Maar, is dit groots? Ja. Ja, wij zijn maar met een klein dingetje bezig. Ik weet zeker dat er pistons onder zitten. Ja, dat moet wel iets zijn. Echt wel. Tim, die kan ook niet iets zonder pistons bouwen. Hm. Nee. Er zal wel pistons in komen. Ja, hij heeft nu gewoon pech. Hij kan het niet daar bouwen. Zo van, ja wacht, we plaatsen er een bordje neer. Je plaatst het maar in Doosland.
Ja, dat ga ik erin zetten. Of flikker op. Ja. Zoek het maar uit. Kijk. Ga toch weg, man. Oh shit, nee. Ik heb hem kapot gemaakt. Nee. Wacht hoor. Stond er ook weer op? Bouw hier maar. Bouw hier maar wat je wilt. Iets. In ieder geval. Geen mini game, please. Thanks. En dan hier stond N. En dan moet je signeren als de anti-minigame vereniging ofzo. Ja. En wij maken een heel pretpark voor minigames. Ja. Oh god. Zo, van jou. Oké. Okay. Oh god, we zijn gewoon bijna klaar. Anti-minigame. Vergadering club. Of club? Of instelling? Ja, instelling. De anti-minigame instelling. Federatie. Bouw hier maar iets. In ieder geval geen minigame, please. Ja, de anti. Ga toch weg, man. Ga toch weg, man. Dat is zeg maar zo dreigend en niet dreigend tegelijk. Zo. Ja, ga toch weg, man. Zo klootzakkerig ook. Ja. Man, waarom zou het niet mogen? Ja, mag ik één enderpearl? Kan je die voor je? Of ja, gewoon vangen? Laten vallen, zeg maar. Wat? Wat gebeurde daar? Die sluit het even. Hier zo. Ja, oh, mooi. Dankjewel. Oh, ik had er al één. Sorry. Oké, okay, nou, dan kan je verder. Ja,